Als ik op reis ben, dan ga ik meestal een paar weken helemaal alleen naar een stad ergens in de wereld. Meestal heel grote steden. En dan begin ik van 's morgens tot 's avonds te wandelen met mijn camera. En dan heb ik uren nodig om de beelden te vinden die ik zoek. Soms duurt het echt heel lang voor ik een foto maak. En soms heb ik geluk en vind ik op een plaats verschillende beelden. Dat is natuurlijk heel anders dan hoe een dag eruit ziet als ik niet op reis ben. Als ik niet op reis ben, dan bewerk ik mijn beelden, bereid ik tentoonstellingen voor. Ik geef ook les, ik schrijf ook over fotografie. Dus zo dus. Het is natuurlijk een grote eer om in Bozar te mogen tentoonstellen. We bevinden ons hier in de degagementen rond de theaterzaal. Wat een heel mooie ruimte is, maar wat eigenlijk ook een heel moeilijke ruimte is. En vandaar dat ik gekozen heb om in de rondgang rond de zaal de meer intimistische kleine werken te hangen. En dan daar rond in de foyer te kiezen voor eerder monumentaal werk om de dialoog met die ruimte waar te maken. Welk advies geef je aan een jonge beginnende kunstenaar? Vooral jezelf zijn. Niet proberen iemand anders zijn leven te kopiëren, want dan gaat het sowieso fout. En heel veel geduld hebben. In mijn geval, ik heb eigenlijk 20 jaar in stilte of in relatieve stilte gewerkt. En er was redelijk weinig aandacht voor mijn werk. Maar je blijft dat gewoon doen, omdat je daarin gelooft en omdat je gelooft in wat je doet. En vroeg of laat, hopelijk, komt die erkenning er dan toch. Maar mijn advies aan jonge kunstenaars is van gewoon hard te werken en vooral jezelf te blijven en dat pad te volgen.